De prijs werd uitgereikt in de oude fabriekshallen van de Honeg. Uit 4 genomineerden koos de jury uiteindelijk voor Verbrugge, die zich enorm vereerd voelde. Ontroering. Dat je een prijs krijgt die gestoeld is op een hele bijzondere vrouw, Marga Jacobs. Ze leeft natuurlijk niet meer, helaas heel verdrietig. Maar dat haar geest en haar werk voortgaat, dat vind ik zo bijzonder. En dat je daar dan een deel van mag zijn, een deel in die keten. Ja, Marga Jacobs, overleden in 2020, was eigenlijk een van de eerste echte milieuactivisten. En nog uit Nijmegen ook. En die wist met heel veel onderwerpen op de kaart te brengen. Maar daarbij had zij ook het vermogen met haar karakter, met haar goede eigenschappen, om mensen ook te verbinden met elkaar. En met mensen ook aan tafel te gaan, waardoor ook echt de onderwerpen die het milieu vervuilen en ook echt schadelijk zijn voor de gezondheid, op de agenda aan te pakken. Verbrugge woont zelf een wijk aan zee, een gebied dat direct de gevolgen ondervindt van het staalbedrijf Tata Steel. Ze komt op voor de gezondheid van haar omgeving en deed hiervoor onder meer aangifte tegen het bedrijf. Als het je bedreigd wordt, wat doe je dan? Dan ga je aangifte doen. Dus ging ik naar de politie. Ik werd eerst enorm tegengewerkt, maar ik wist dat het mijn recht was. Ik ging naar de politie, ik heb aangifte gedaan, ik heb allerlei mensen gevraagd, ga dat ook doen. En binnen een week dacht ik, ja, dat is wel een goed idee, maar nu hebben we wat mensen gemobiliseerd en ook wat journalisten. Maar dit moet groot worden, dit moet niet regionaal blijven, dit moet landelijk worden en daarom en nog naar buiten. Inmiddels is dat ook zo natuurlijk. Dus moet de beste strafpleiter van Nederland aangifte gaan doen, samen met zoveel mogelijk mensen en organisaties. Dus dacht ik aan Benedikt Fiek. Dus vroeg ik een moeder uit het dorp, Sanne Walvis, ga je mee? We moeten naar Fiek. We gaan het wel zien. Maar ze zegt vast ja, ik zie het helemaal voor me. Nou, Antoinette, die voor Tata Steel natuurlijk, voor de mensen die daar wonen, vecht voor hun gezondheid. Die heeft alles wat Marga in zich had, die heeft zij ook. Met een energie, met een doorzettingsvermogen, strijdvaardig. De prijs bestaat enerzijds uit een geldbedrag van €500... en anderzijds uit 2 producten die kenmerkend waren voor Marga Jacobs. Ja, Marga Jacobs, ik heb haar zelf helaas nooit in levende lijve ontmoet, maar ik heb heel veel van haar gehoord. Die had altijd thee als zij de mensen bij elkaar bracht van wie ze iets gedaan moest krijgen. En chocola. Dus vandaar dat wij een mooie theepot hebben uitgezocht. Die is beschilderd ook met het thema van leefmilieu. Dus aan de ene kant van de theepot zie je de zwarte wereld. Aan de andere kant de wereld die we zouden willen zien en waar het naartoe gaat. En natuurlijk die theepot die staat voor de manier van verbinden, manier van empoweren van mensen. En daar hoort ook chocola bij, want dat had Marga ook altijd bij zich.